In deze video hebben wij het over oud en nieuw in de Efteling. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! Het blijft leuk. Ja, genieten vind ik het. De disco zeker. Ik heb er zin in vandaag. We gaan het namelijk hebben over oud en nieuw in de Efteling. Ja. En je raadt het al, waar zijn wij geweest met oud en nieuw? De Efteling. De Efteling. En dat is eigenlijk een apart event in de Efteling. Ja, dus ook al heb je abonnement, je moet er echt een kaartje voor kopen. Dus het is hard ticketed. Maar daar krijg je dan ook wel iets voor terug. We zijn natuurlijk overdag ook al in de Efteling geweest. Dan kun je wel gewoon op je abonnement naar binnen. En het was echt niet druk. Ik heb echt voor het eerst in lange tijd echt een leuke Eftelingdag gehad. Ja, het was ook oudejaarsdag. Wie gaat er dan naar de Efteling? Wij. Wij, ja. Wij. Het was echt een heerlijk dagje. Ja, het was niet te druk, maar wel gezellig. Snap je, er waren wel genoeg mensen dat het niet uitgestorven voelt. Maar je zat wel binnen 10 minuten in de meeste attracties. Precies. En dat is heel fijn. Dat is echt een fijn dagje Efteling. Dat wil je. En toen moest eigenlijk de avond nog beginnen. Want tussendoor moet je wel het park uit. Ze vegen zeg maar het hele park leeg. En dan daarna mogen de mensen weer naar binnen voor het oud en nieuw event. En het was dus onze eerste keer oud en nieuw in de Efteling. En we hebben echt een mega beginnersfout gemaakt. Ja, wij liepen het park uit. En toen zagen we al mensen in de rij staan. Om weer naar binnen te gaan. En wij dachten echt, waarom ga je hier nu staan? Ja, we dachten, het is koud. Wij gaan lekker in de auto. Ik ga toch niet een uur hier in dat huis van de vijf zintuigen staan? Nee, in de kou ook inderdaad. Ja. Maar we hebben toen wel in de auto een leuke livestream gedaan op TikTok. Als je erbij was, super gezellig. SO naar jou, in de live met oud en nieuw. En toen ongeveer rond 7:15 zijn we weer uit de auto gestapt. Liepen we richting de ingang. Ja, want het gaat dan om 7:00 weer open. We zagen al echt auto's binnenkomen. Niet normaal. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ongekend. Ze bleven maar komen. Echt hordes aan auto's. Maar achteraf is het ook heel logisch dat iedereen natuurlijk dan naar binnen wil. Maar er ontstond echt een gigantische rij. Het hele huis van de vijf zintuigen stond vol. Maar echt chockvol. En het ging zo traag. Het was echt ongekend. Ja, ik denk oprecht dat het een 30 minuten heeft geduurd voordat we binnen waren. Ja, het was een 30 minuten voordat we bij de ticketcontrole aankwamen. Zoiets. Terwijl over het algemeen, als wij naar de Efteling gaan, je bent binnen 5 minuten binnen. Ja, en het was ook niet alsof het rijen waren. Het was gewoon 1 mensenmassa. Ja, nou, dat is inderdaad een beetje het probleem daar. Het is gewoon, je hebt allemaal van die hokjes, maar je weet ook niet op een gegeven moment, gaan mensen nou zo afslaan of zo afslaan. Ja, en dan denk je, achter wie moet ik nou aan? Of ben ik nou per ongeluk aan het voordringen? Want die mensen gaan net iets sneller dan die. Nou, error. Ja, toen kwamen we eigenlijk binnen en ze hadden die avond eigenlijk een paar extra dingen gedaan. Extra entertainment eigenlijk. Ja, nou, sowieso toen we binnenkwamen was daar de Harmonie van 3. Fantastisch. Wat heb ik die gemist. Nou, ik wou net zeggen, ik heb ze ook gemist. Ik vind ze zo leuk. Ze zijn ook altijd iedereen aan het pranken en ze doen altijd raar. Heb je ook gezien dat ze toen laatst in de toiletten waren gegaan? Ja, die video, ja. Ja, ik vind het fantastisch, die mensen. En dan komen we terug op iets wat we eigenlijk heel vaak zeggen. Dat kleine straattheater waar de Efteling vroeger eigenlijk zo goed in was. Je ziet dat dat nog steeds werkt. Echt, dat is drie mannen met gekke snorretjes op en instrumenten die perfect. Random bij ons zongen ze Kuma Hey van K3. Ja. Nou, werkt als een trein, jongen. We stonden naar te dansen. Verder waren er ook extra poppetjes. Ik heb Assepoester gezien. De gelaarste kat. Roodkapje, Thomas. Nou, trouwens, alle ruiters van Ravelijn hebben we allemaal gezien. Allemaal. Ja, ze blokkeerden het spoor voor ons. We mochten er niet langs. August en het ballonnenvrouwtje. Nou, daar komen we zo meteen denk ik nog even op terug. Okay. Ze hadden eigenlijk alle characters uit de bus getrokken. Uit de kast getrokken, ja hoor. Ze waren er allemaal. Toen zijn we eigenlijk meteen doorgelopen naar de Silent Disco. Ja, want wij dachten, dit is de highlight. Ja, en het was ook de highlight. Dat bleek ook zo te zijn. Dat hadden we goed ingeschat. Ja, op het Anton Pieckplein deelden ze eigenlijk allemaal koptelefoons uit. Ja. En er was een DJ. Nou, je had eigenlijk 3 kanalen die je op die koptelefoon kon zetten. Je had de DJ. De DJ. Die echt, mag ik even, sorry. Die DJ was echt niet goed. In het begin. Ja, op een gegeven moment was hij door dat hij gewoon die Hollandse hits erheen moest knallen. En toen ging het publiek mee. Ja, maar aan het begin van de avond was de DJ, viel een beetje tegen. Ja. Maar je had ook een ander kanaal, weet niet precies. Ik weet, Random Hits, ik heb Gangnam Style gehoord ja, daar. Ja, precies. En Efteling Kids Radio. Nou, wij hebben gedanst, jongen. Hout hakken. Van de Bellinga's. Modeshow. Modeshow. Ja. We hebben modeshow gedaan. Een modeshow. Het was echt fantastisch. Ik heb echt genoten. En ik vond het gewoon zo leuk dat een plek als het Anton Pieckplein, wat toch echt typisch Efteling is, dat je daar ook zoiets mee kan doen in een soort andere setting of zo. Ja, en op een gegeven moment stonden wij ook gewoon zo op die trappen bij Zwaankleef aan.
dan die trapjes ervoor, ja. Zo, onze podium hadden. Zwaan Kleef Aan stond overigens wel gewoon aan. En op een of andere manier, Zwaan Kleef Aan staat zo hard dat ik het zelfs door de koptelefoon heen hoorde. Ja, maar ik kon er wel een keer naar kijken van dichtbij zonder gehoorbeschadiging op te lopen. Ja, het was echt spectaculair fantastisch. Maar de highlight tijdens de Silent Disco voor mij was toch wel dat, wij stonden gewoon een beetje te dansen daar. En op een gegeven moment komt dus uit het poppenkasttheater komen het ballonnenvrouwtje en August. Ja. En die kwamen een soort van meedansen. Ja. Die bleven een soort van in de menigte meelopen. Die stonden daar gewoon. Ja, ze hadden geen koptelefoon op. Nee. Maar ze deden wel gewoon een beetje zo leuk mee. Maar dat bedoel ik dus. Dat straattheater, dat kleine. Ik vind dat zo fantastisch. Zo, jij zat echt zo te dansen en toen zag je zo die August. Jij zo hoi. Hij zo hoi. Ja. Maar dat soort momenten, ja, I love it. We hebben gewoon gedanst met August en het ballonnenvrouwtje. Nou, maar wat wil je nog meer? Dat is toch Efteling Entertainment op zijn sterkst? Ja, ja, dit is wat ik wil in mijn leven. Precies. Je kon dus bij de wensbron, dus dat is die met die vis waar je geld in kan gooien voor het goede doel. Daar kon je naar de siervijver lopen en dan kreeg je een soort van bloempje. Een soort waterlelie. Ja, met een lampje erin. Wij vroegen daar, er zat zo'n meid bij en wij vroegen aan haar, wat moeten we hier doen? Zij zei, ja, je moet gewoon je wens, of je moet een wens doen en dan gooi je hem in het water en doe je een wens. Dus nou, wij helemaal leuk wensie gedaan, helemaal dat in het water gegooid. Helemaal vrede op aarde gewenst. Ja, ik ook dat mensen een beetje beter voor elkaar gingen zorgen. Ik dacht, dat hebben we nodig nu. Kwamen we later achter dat je eigenlijk je herinneringen van het jaar te water moest laten. Ja, maar die Efteling-medewerker had het gewoon verkeerd uitgelegd. Maar ik vind sowieso wensen leuk. Waarom moet ik mijn herinneringen in het water gooien? Geen idee. Ik vond wensen persoonlijk ook leuker. Maar het zag er wel echt fantastisch uit. Ja. Al die lampjes op het water. En volgens mij hadden ze ook genoeg. Echt mega volgens veel. Volgens mij kon elke Efteling-bezoeker een lelie in het water gooien. Ja, het was wel een beetje verstopt. Je moest er wel maar net langskomen. Ze hadden het ook niet even verlicht aangegeven. Nee, of zo. Het was echt mega donker daar. Ik dacht ook straks donder ik in die vijver hier. Dat is niet normaal. Maar ik vond het wel leuk gedaan. Ik ook. En die dingen kunnen ze ook lekker hergebruiken. Mag ik nog wel zeggen, tot op dit punt hadden we dus nog geen attractie gedaan, hè? Nee, dat is waar. We hadden ons helemaal vermaakt in die disco. Ik had het ook niet gemist. We hebben nog even pretparkgekkies gekeken. Ja, in het diorama in inderdaad. In het diorama. Ja, en dat zijn we eigenlijk nog vergeten te vertellen. Ja. Van tevoren, toen we in de rij stonden om naar binnen te gaan, toen stonden daar boven de sleuteliers. En die riepen de hele tijd naar beneden, jongens, zorg dat je om 11 uur aan de siervijver staat, want dan komt er iets leuks. Nou, en of wij gereed stonden, precies. Dat was niet normaal. Wij stonden om 10:30 klaar. Het werd 11 uur, we dachten, nu gaat het komen. Nu komt er iets. Nu komt het. Er werd zo vaak gezegd, zorg dat je om 11 uur daar bent. Ja. Eindstand kwam er een op het scherm. Oh ja, er waren dus allemaal aftelschermen, hè? Dat hebben we niet verteld. Maar rond de hele vijver waren schermen met klokken en dingen, die kon je aftellen. En op die schermen kwamen eigenlijk Eftelingbewoners, maar ook Eftelingbezoekers. En medewerkers. Vertellen wat hun mooiste herinnering was. Nee, niet eens. Sommigen wel. Maar heel veel van die filmpjes waren gewoon, dit is mijn mooiste herinnering. Dat was het. Dat was het filmpje. Het was een beetje vaag. Ik snapte het niet helemaal. Nee. En het erge was, het was niet eens het hele uur nieuwe filmpjes. We hebben gewoon alles 2 keer gezien. Maar wat ik dus wel leuk vond, tijdens dat de filmpjes op het scherm waren, gingen ook de gondoletta aan. En uiteindelijk kwamen eigenlijk al die Efteling-karakters die we net genoemd hebben, in de gondoletta eigenlijk voorbij. En zij lieten ook allemaal van die wensen dat water in. Ja, zij waren ook allemaal zo die wensen in dat water aan het neerleggen. Dus die lelies. En dat vond ik wel echt sterk. Ja, het was wel eigenlijk voor ons net te ver om het goed te kunnen zien. Ja, dat is waar. Maar ik vond het wel mega leuk. Maar wat moeten die acteurs het koud hebben gehad? En de ballonnenvrouwtje zat met al die ballonnen erin, hè? Aan het einde kwam nog een soort van Efteling-commercial. Ja, ik vond eigenlijk alle video's vielen een beetje tegen. Ze wilden heel erg zo dat Disney-gevoel erin steken. Dus ook waar Disney dan bijvoorbeeld zo'n quote van Walter in zou doen. Ja, daar zag je dan nu bijvoorbeeld Anton Pieck. En ze zeiden ook, ja, de Efteling is door 3 mensen ontstaan. Maar wat mij een beetje tegenviel eraan, was dat ze dus die video's daarvoor, die ze op die scherm hadden, was heel erg van, dit is mijn mooiste herinnering. En het was heel erg op de bezoeker en op de mensen. En toen richting 12 uur werd het ineens echt een Efteling commercial van, wij zijn de Efteling en wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar. Ja. Toen was het moment daar. 12 uur. En toen begon er een vuurwerk. Dat was echt fantastisch. Ik vond het ook zo leuk. En overal met de muziek van de Eftelingen onder. Echt knetterhard door die speakers. Dat was echt niet normaal. En het was ook vuurwerk in combinatie met lasers. Ze hadden ook lasers. Dat was ook echt heel vet. Heel vet. Ze hadden echt uitgepakt met de vuurwerkshow. Dat moet je ze echt meegeven. Ik ga niet liggen. Ik heb een klein traantje weggepinkt. Sowieso is oud en nieuw echt een van mijn, ik heb 2 lievelingsfeestdagen. De ene is oud en nieuw, de andere is Koningsdag. Dus het is een fantastisch moment voor mij. En dan met dat aftellen en dan was vuurwerk en er was vogelrockmuziek. En nou, ik had het helemaal zwaar. Het kwam allemaal tot een soort climax. Het was zo'n leuke dag, ja. Het was echt, we hebben echt een hele leuke dag gehad. En sowieso een geflipt jaar en we hebben een geflipt jaar voor ons. Ja, en toen barstte eigenlijk het feest los. In de pagode hadden ze DJ Dizzy. Kennen we die nog van het Ruigrijkplein? Van de Sikke Remix. Ja? En die DJ'de dus vanaf de pagode. Ja. En op de schermen beneden kon je dus
zien wat daarboven gebeurde. En dat ging dus over speakers. Kon je eigenlijk horen hoe DJ Dizzy aan het DJ was. Ja, leuk. Wij hebben echt gedanst. Ook achter Symbolica daar gewoon gedanst. En echt 1 minuut daarna begon het echt knetterhard te regenen. Ja. Wij eerst even onze moeders gebeld en zo. Hele vat gelukkig gebeld. Nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. Ja. Ja, ik kan je niet horen, gelukkig nieuwjaar. Doei. Ja, de classic eigenlijk. Maakt niet uit waar je bent. Je belt altijd zo. Ja, gelukkig. Ja, jij ook. Ik kan je niet verstaan, maar heel gelukkig nieuwjaar. En nou, toen regende het. Toen dachten we, nou, weet je wat? We gaan even ons jaar mega goed aftrappen. Want met welke attractie kan jij het jaar nou beter aftrappen dan... Vogelrok. Wij hebben gewoon ons eerste ritje Vogelrok 10 minuten in het nieuwe jaar gemaakt. Ja, ja. En we zaten lekker op mijn lievelingsplekje. En nou, die baan die ging als een trein. Het was fantastisch. Ja, want hij was lekker warm. Hij had de hele dag natuurlijk gedraaid. Ja, rondje beurskeurt om het jaar mee af te trappen. Daarna nog meer gedanst, nog gedisco. Het was echt een spectaculaire avond. Ja. Echt. Ik wil dit elk jaar. Ja, maar heb ik wel dus nog één kleine kanttekening. Een verbeterpunt. Eigenlijk een verbeterpuntje. Ja. Ik vond wel dat het vroeg klaar was. Het was wel gewoon, het was zeg maar, jee, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, gelukkig nieuwjaar. Oeh, show, muziek. En toen, bam, nog een half uurtje klaar. Ja, want om 1 uur moet je eigenlijk het park alweer uit. Een uurtje langer was leuk geweest. Al met al hebben wij echt een fantastische dag gehad. Ik denk misschien wel een van de leukste Eftelingdagen van het jaar. God, ik ben echt blij dat we weer een keer positief konden zijn over de Efteling. Ja. Mega vet. Weet je wat sick zou zijn? Nou. Als er zo'n hard ticket het event ook in zomer doen. Ook gewoon tot 1 uur 's nachts. En dat je dan ook kan silent discoen, maar dan gewoon in je t-shirt in de zomeravond sfeer. Efteling, schrijven we mee. We willen dit concept eigenlijk gewoon even in de zomer. Oh, een zwoele zomeravond. Echt zomeravondgevoel, ja. Laat in de reacties weten of jij al wel eens oud en nieuw hebt gevierd in de Efteling. En of de silent disco jou ook superleuk lijkt. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!